Hallo, welkom weer bij Dermatalk. We gaan het vandaag met je hebben over wat is nu daadwerkelijk nagelriem. Want er is nogal eens veel om te doen geweest. En eigenlijk zijn ook de inzichten over wat nu precies nagelriem is... ook nog vrij recent allemaal nog aangepast. We hebben weer dit plaatje meegenomen waar je nou ja, alle onderdelen op kan zien. En waar we naar gaan kijken is naar deze regio. Je ziet hier de rode lijn lopen... Dat is de proximale nagelvouw. Dat is eigenlijk gewoon de huid van eh, jouw vingertop. En zoals je ziet, buigt hij dus terug. De uh, vinger in. Vandaar dat het ook een nagelvouw heet. Het is echt een, ja, een vouw die weer terug uh, de vinger uh, in uh, gaat. Hij heet proximaal omdat hij het dichtst bij het hart is. Van de verschillende vouwen die je bij je nagel kan hebben, is dit de meest dichtst bij het hart. En vandaar dat hij proximaal heet. Um, en nou ja, heel vaak wordt daar natuurlijk over gezegd dat dat de daadwerkelijke nagelriem is. Nou, inmiddels weten we dat die iets complexer uh, in elkaar uh, zit. Zo zit er bijvoorbeeld bovenop uh, die proximale nagelvouw een heel klein stukje gekeratiniseerde weefsel. Um, en dat is eigenlijk dat kleine randje wat soms een beetje uitgedroogd kan zijn of een beetje hard kan zijn. Wat we dus graag willen verzachten of uh, wellicht willen gaan uh, polijsten. En dat is dus ook hetgeen waar dat wij als nagelstylisten iets aan licht mogen veranderen. Een ander onderdeel van de proximale nagelvouw is het eponychium. En die zie je hier ook ingetekend. Die zit namelijk aan de binnenkant van de vouw. En je ziet daar ook staan dat we daar ook stamcelletjes hebben zitten van het eponychium. De huid die daar zit... Is eigenlijk een huidlaag die, dus van zichzelf, een beetje plakkerig is. Er zitten ook allemaal celletjes langs en achter elkaar, de Eponychiumcellen. En wat die doen, is dat die altijd constant nieuwe celletjes produceren. En die vastplakken op de nagelplaat. Waarom moeten ze dan weer een nieuwe maken, zou je denken? Nou, die nagelplaat gaat natuurlijk groeien. En dat betekent ook dat dat nagelcelletje en dat huidcelletje samen. Een stukje opschuiven, dus dat er dan weer een stukje blote uh, nagelcel zou zijn. En dat eponychium vult er dus weer aan door weer een nieuwe huidcel te maken, plakt hem vast, groeit weer mee, maakt een nieuwe, plakt hem vast en gaat weer mee. Het is dus heel erg belangrijk dat we dat eponychium niet gaan beschadigen, want dat eponychium zorgt ervoor dat onze vingertop dicht staat en dat daar geen Bacteriën of schimmels of virussen in kunnen gaan zitten nestelen. Dus die daadwerkelijke verzekering van het eponychium, die laten we ten alle tijde met rust. Wat we wel kunnen aanpakken is de cuticle, uh, dus eigenlijk de nagelrim. Je ziet dat dat dus hier aan dat eponychium geplakt zit. Dat is eigenlijk wat het eponychium dus maakt en dat groeit dus met de nagelplaat mee uit. En op het moment dat het dus voorbij die proximale nagelvouw is gegroeid, heeft dat celletje geen enkele functie meer. Want het hoeft dan niks meer te verzegelen. Het zit dan in het luchtledige en eigenlijk zit het ons alleen maar heel erg vervelend in de weg, want het zorgt ervoor dat we verminderde hechting gaan krijgen van onze producten. Dus die cuticle, die mogen we altijd uh, volledig uh, gaan uh, weghalen, zodat we weer nou ja, goed en mooi en strak uh, kunnen lakken. Wat heel erg uh, typisch is om te zien, is dat je ook een beetje van die cuticle soms aan de zijkanten kan hebben. Dat noemen ze dan een hangnail. Dat zie je hier. Hier zie je zo'n klein uitstekend puntje in de zijwal. Heel vaak wordt dat uh, verward met nagelplaat, omdat het soms ook echt heel hard en heel erg stug kan zijn. Maar het is eigenlijk gewoon een stukje huid. En op het moment dat die los ligt, dan mag je dat zeker. Uh, Gaan afknippen of weg gaan, uh, gaan polijsten. Uh, want dan heeft het ook daar zijn functie verloren. Wat nog beter is, is om ervoor te zorgen dat je het juist gevoed blijft uh, houden. Um, door het goed uh, in te vetten met olie een paar keer uh, per dag. Want dan blijft die huidlaag namelijk flexibel. en heb je veel minder kans op dit soort kleine hangnageltjes.